Free Nature is hier om een koe te redden, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, een stier. Die staat al enkele dagen hier achter ons. En we gaan inderdaad proberen of die vandaag aan wal wil komen. Hoe gaat dat gebeuren? Nou, we gaan dan met een boot heen. Die ligt nou achter me. En we willen hem dan op de boot krijgen. En van met het bootje komt hij terug deze kant op. Dan komt hij deze kant op. Maar wat gaat er dan gebeuren met de stier? Dan laden we hem in de trailer. En dan willen we hem naar een natuurgebied elders brengen. Waar geen water is. Dus waar die onder kan komen. Ja. Nu lijkt het me niet zo makkelijk om zo'n stier eventjes op een bootje te zetten. En even mee over te laten varen. Gaat dat op een bepaalde manier? Nee, dat klopt inderdaad. Ja, hij weegt 700 kilo, dus die til je niet even op. Dus we nemen het dierenarts mee en daar wordt hij daar verdoofd. En dan laden we hem op een bootje en dan komt hij deze kant op. Ja. Als hij verdoofd is, kunnen jullie hem dan toch nog verplaatsen? Want als je moet tillen, dat zal ook niet lukken, denk ik. Nee, precies. Nee, dan wordt hij eigenlijk op de boot geleerd. Ja. Dus dan slepen we hem erop. Nu is er al een paar dagen veel aandacht voor die stier. Heeft hij inmiddels een naam gekregen bij jullie? Nou, hij had al een naam. Die heeft hij sowieso. Al onze dieren die hebben namen. Maar die houden we eigenlijk voor intern. Ja. Wordt het een moeilijke operatie? Jullie zijn met veel mensen hier. Want wie is allemaal hier bijvoorbeeld? Ja, we hebben de kuddebeheerders hier. We hebben iemand bereid gevonden om ons te helpen met de boot. Dus we hebben best wel wat mensen nodig. Ja, klopt. En de dierenarts komt dadelijk nog. Dus het wordt een hele operatie. We doen het ook niet iedere week. Dus het is een uitdaging. En we hopen dat we het zeker nog vandaag kunnen doen, want het wordt al wat donkerder. Dat wordt spannend. Is het nou echt noodzakelijk dat hij weggaat van het eilandje of kan hij zichzelf ook redden? Nou, hij staat nu eigenlijk heel erg goed bij. Het water is echt al ver gedaald. En het stuk eiland is een stuk groter geworden. Er staat voldoende eten voor hem op. Alleen het probleem is, rond de jaarwisseling verwachten we dat het waterpeil weer gaat stijgen. Het kan zijn dat het komt op de hoogte van de kerstdagen. Maar het kan ook zijn dat het hoger komt. En eigenlijk is dit dan het moment van een beslissing moeten nemen. Want we willen niet hebben dat hij dadelijk weer met zijn voetjes in het water staat. Dus liever geen risico nemen? Precies dat, ja. Oh, ik ben wat losjes.